sector groot genoeg om mevrouw De Pater in ons midden welkom te heten. En haar de handreiking aanpak mensenhandel en illegale prostitutie in de hotellerie te overhandigen. Ik vind het een fantastisch voorbeeld hoe dat een overheid en een branchevereniging gezamenlijk handboeken kunnen samenstellen. Waarbij we op een gegeven moment als branche dan specifiek de hotellerie, de afgelopen tijd de nodige verhalen rond hebben doen gaan over illegale prostitutie. Hetgeen wij verre van ons werpen, dat wij nu onze medewerkers een handreiking kunnen doen van waar ze op moeten letten als men op een gegeven moment vermoedt dat er sprake is van illegale prostitutie in hun hotelbedrijf. Nogmaals, mevrouw De Pater, hartelijk dank voor uw komst. Ik heb begrepen dat u het heel erg druk heeft en bij deze wil ik u graag de handreiking overhandigen. Dank u wel. Dit is een initiatief dat al een tijdje loopt, maar de laatste tijd is het nog wat, zullen we maar zeggen, opgerukt, tussen aanhalingstekens, door een paar uitzendingen. Ik dacht dat het netwerk was die er aandacht aan besteed heeft. Die hebben op een gegeven moment, als ze ons een thema te pakken hebben, dan houden ze ook vast. Hè. En dan is stevast, 2 dagen of 3 dagen voordat die uitzending is, een aantal telefoontjes naar Kamerleden. Dan zeggen ze wat ze uit gaan zenden. Je mag het niet zien, maar ze zeggen wat ze uit gaan zenden. En dan mag jij zeggen als Kamerlid wat je daarvan vindt. Wij kunnen niet de superlatieven bedenken voor verschrikkelijk en vreselijk, want die zijn allemaal al gebruikt. Maar het feit dat op die manier aandacht is voor misstanden in de prostitutie, want daar gaat het om, dat hotelketens van goede naam en faam daarvoor uitgezocht worden. En denkt u niet, ja, maar die dames die zoeken gewoon zelf een mooie plek. Heel vaak is dat element van mensenhandel, weten we inmiddels in Nederland, de echte achterliggende bedoeling. Mensenhandel is uitbuiting. Wij dachten een aantal jaren geleden bij het opheffen van het bordeelverbod en de prostitutiebranche te vergunnen, dat we de vinger achter konden krijgen om met name die uitbuitingssituaties eruit te krijgen. Wij hebben als parlement en als regering moeten constateren dat vanwege het opheffen van het bordeelverbod de mensenhandel nog veel beter voet aan de grond gekregen heeft in Nederland. En juist om het zo te presenteren alsof het eigenlijk heel normaal en heel legaal is. Ik vond het heel plezierig dat ik uitgenodigd werd om dit in ontvangst te nemen. Wij hebben namelijk 2 weken geleden van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie een nieuwe kaderwet prostitutie gekregen. Daar gaat de Kamer voor de kerst nog schriftelijk een ronde over doen met vragen hoe dit bedoeld is, hoe dat bedoeld is en hoe wetgeving bij kan dragen tot inderdaad toch verbetering van die positie en uitbanning van uitbuiting van mensen. En uitbuiting heeft dan ook altijd zoiets van een paar maanden hier werken en dan weer verdwijnen, ergens anders heen. En niet in Nederland, even over de grens, even ergens anders heen, zodat het ongrijpbaar wordt. Maar deze handreiking past eigenlijk ook naadloos aan op wat wij willen met registratie en met vergunningen verlenen aan officiële inrichtingen waar seksuele dienstverlening plaats kan vinden. Dus als u als sector zegt, wensen wij niet bij te horen en er zijn nog zaken in die nieuwe kaderwet die wij daarvoor kunnen regelen, dan hoor ik dat graag en ik zal ook zelf zoeken en zelf een keer contact met u opnemen. Want dan kunnen we dat gewoon in 1 keer meenemen en u als hotelbranche proberen uit deze kwalijke sfeer te halen waar u inmiddels een beetje ingezet bent. En ik denk dat u dat niet wilt en niet moet willen. Ik wens u verder vanmiddag een plezierige jaarvergadering met elkaar toe. En ja, ik ga weer terug naar de Kamer, want er valt vanmiddag ook nog wetgeving te doen, maar op een heel andere terrein. Maar heel fijn dat ik hier mocht zijn. Dank u wel. Nogmaals, mevrouw De Pater, hartelijk dank. En wij zullen graag.